Bewoners aan de Nijmeegse Hatertseweg hebben vooral tijdens de spits last van de vele auto's. De Hatertseweg is een doorvoerweg naar de ringweg S100. Voor verkeer dat uit het zuiden van de A73 naar de S100 moet, of andersom, is dit de meest logische route. Daardoor staat er tussen de kruising met de Grootstalselaan en het volgende stoplicht regelmatig een file. Volgens de lokale VVD wordt dit probleem met de dag groter. De Hatertseweg is altijd al een drukke weg. Maar dat neemt niet weg dat het probleem steeds verergerd wordt, mede door het GroenLinks-beleid, om alle auto's op alle plekken weg te pesten. En ja, dan komen ze op de plek waar nog wel ruimte is, en dat is hier op de Hatertseweg. Ja, de afgelopen 4 jaar worden constant wegen versmald, de Graafseweg is versmald, het Kwakplein is minder capaciteit gekomen. Op de Oranjesingel zijn de stoplichten zo afgesteld dat het altijd rood is. Dus ja, het verkeersbeleid zie je autootje pesten. Ook GroenLinks maakt zich druk om het fileprobleem en heeft daarom vragen gesteld aan het college. Zelf komen ze al met een aantal oplossingen, zoals het plaatsen van extra groen. Het ziet er allemaal wat gezelliger uit. Maar het zorgt er ook voor dat de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit beter wordt aan de straat. Maar het groen zorgt er ook voor dat het wat minder lijkt alsof al die auto's bij jou in de voortuin staan. Maar gewoon op de weg die aan jouw voortuin ligt. Ja, toevoegen van groen is altijd fijn voor de leefbaarheid, maar het is natuurlijk geen oplossing voor het probleem. Nee, het fileprobleem kan je natuurlijk alleen oplossen als er minder auto's rijden en een betere doorstroming. Wat natuurlijk wel een interessante uitdaging is om te zoeken is, welk verkeer komt hier nou eigenlijk? Is dat bestemmingsverkeer, dus verkeer van buiten Nijmegen dat ook echt in de stad moet zijn? Of is er ook heel veel doorgaand verkeer waar het door eigenlijk auto's op plekken komen waar ze niet per se hoeven te komen? En dat is eigenlijk de beste oplossing natuurlijk om die auto's het aantal auto's te laten verminderen als alleen nog de auto's te komen die hier ook echt moeten zijn. Vrachtwagens rijden ook over de Hatertseweg en GroenLinks wil daarom onderzoeken of het mogelijk is dat zij tijdens de spitsuren over andere wegen kunnen rijden. Bijvoorbeeld een stukje verder over de snelweg rijden voordat ze de stad in komen. Ja, ik denk dat het heel goed is om te kijken naar een optimale route voor vrachtwagens. Maar ook daarvoor geldt, we willen allemaal een supermarkt in de buurt en allemaal een biertje kunnen drinken op het terras. Ja, dat komt in een vrachtwagen. En om een vrachtwagen van A naar B te krijgen heb je een weg nodig. Dus ja, de optimale route heel graag. Maar ja goed, als je alle wegen versmalt, ja, dan komen ook vrachtwagens in de file. Over één mogelijke oplossing zijn beide partijen het eens. Slimme stoplichten. Ja, slimme stoplichten zijn heel slim, maar je moet ze dan ook wel slim afstellen. Dus als jij overal alleen maar groen geeft voor wandelaars en fietsers, dan komen auto's stil te staan en dan krijg je file. En als je meer groen geeft voor auto's, dan rijden auto's door, dan rijden ze ook makkelijker weg en heb je geen file. Dus slimme stoplichten is goed, maar je moet ze wel slim afstellen.